Dames en heren, wij presenteren u de roman als reisgids in Hollands decor. In de 17e eeuw stonden hier honderden windmolens die hout zaagden, papier, cacao, verf en olie maakten. Dat was een bedrijvigheid alom. Er was scheepsbouw, walvisvaart, landbouw, veeteelt, visserij. Kortom, een bolwerk van de handel. Het oudste industriegebied van de wereld wordt het ook wel eens genoemd. En tegen dit decor speelt het boek van Freek de Jonge, Zaansveen. Welkom bij Hollands Decor. Een literaire wandeling door Zaanstad. In het boek Zaansveen beschrijft de theatercomiek Freek de Jonge zijn jeugd tijdens de 50e jaren. Zijn vader is hier dominee in de hervormde kerk. En de 10-jarige Freek wil net zo worden als zijn vader, dominee. Het mooiste beroep van de wereld. Ervoor zorgen dat er zoveel mogelijk mensen in de hemel komen. Mensen bekeren en door de week overdag uitslapen. Maar ook brandweerman staat hoog op zijn lijstje van de beroepen. Het was zondagmorgen en ik zat naast mijn moeder in de kerk. De Bullenkerk, maar zo noemden wij hem niet. Wij hadden geen volksmond. Voor ons was het de Westzijderkerk. Vader was aan zijn preek begonnen en die preek was niet voor mij bestemd. Die was voor de kerkgangers. Als vader mij iets stichtelijks te melden had, hoefde hij dat niet in het bijzijn van 500 nieuwsgierige gemeenteleden te doen. Dan nam hij me thuis in zijn studeerkamer wel even apart. Ik gluurde de kerk rond en mijn ogen bleven als elke zondag steken bij het schilderij boven de vooringang. Op een dag wordt een boer gedood door zijn stier. Zijn vrouw, die zwanger is, schiet hem te hulp, maar wordt zelf op de horens genomen. En daarbij wordt haar buik opengescheurd en het kind dat ze droeg viel op de grond en werd aldus geboren. En hier in deze kerk werd dat kind ook gedoopt. En vandaar de bijnaam Bullenkerk. Wekelijks moet Freek op pad om te collecteren voor een nieuw te bouwen kerk. Bij het Blauwe Pad, een wijk waar hij met zijn groene bus de ronde deed, woonden de asociale, ongelovige heidenen en tuig dat je moest mijden. Vader had gezegd dat er ook veel communisten woonden. Een andere wijk waar hij collecteerde was de Schildersbuurt. Daar woonden de rijken. Daar hadden sommige mensen al televisie en een auto, werd cola gedronken en marsen gegeten. Ten noorden van Zaandam ligt de Zaanse Schans. Een karakteristiek woongebied aan de Zaan. Houten huizen, molens, allemaal uit de 17e eeuw, de glorietijd van deze streek. Maar alles wat hier staat is gerestaureerd of nagebouwd. Er zijn verschillende musea te bezichtigen. Er is een klompenmakerij bijvoorbeeld, een kaasmakerij. En ook de molens kun je in om te kijken. Zaanstad ontstond in 1974 door samenvoeging van 7 gemeenten. Waarvan het historische hart, Zaandam, door de rivier de Zaan in 2 wordt gedeeld. Een oostelijk en een westelijk deel. Nou, Freek de Jonge woonde met zijn oudere broer, 2 jongere zusjes en zijn ouders in het westelijk deel. Maar ging in het oostelijk deel naar school. Moest dus iedere dag die Zaan een paar keer over. En dat gebeurde hier bij het Ruiterveer. Nou, daar voer het pontje heen en weer. En een overzet kostte toen 2 cent. Aan de overkant stonden ook 2 enorme pakhuizen die in 1954 bij een grote brand werden verwoest. En dat was voor de kleine Freek
een hoogtepunt in zijn jonge leven. Daar zag ik voor mijn ogen de allesverslindende vlammen die twee pakhuizen van de NV Zaansveem opvraten. Brandweermannen stonden op dekschuiten en richtten meeleewekkende straaltjes water op de woekerende vuurzee. Deze brand kon niet zonder mij. Ik wilde wachten tot de kolossale zijmuur het begaf. Eén brandweerman bleef staan. Dat was mijn man. Daar stond ik. Zijn lot werd met een daverende klap bezegeld. Het beroep brandweerman werd bij deze van mijn lijstje "Wat wil je later worden als je geen dominee wordt?" geschrapt. En dit gebouw hier in de Klaas-Katerstraat is dan de school waar Freek de Jonge op zat. Tegenover dit stadhuis was de brillenwinkel van Van Zijp. Nou, en op een goede dag gaan moeder en Freek een nieuwe bril kopen voor hem. Na urenlang passen en meten met van die glasloze monturen besluiten ze toch maar hetzelfde montuur te nemen dat Freek al vanaf zijn derde draagt. Maar, zegt Van Zijp, dit montuur kan niet van je hoofd vallen. En omdat we wijzen, geeft die Freek een klap tegen zijn achterhoofd. Nou, die slaat dubbel. Zijn arm schiet uit, recht in het kruis van Van Zijp. Van Zijp slaat ook dubbel. Geeft Freek daarbij weer een set. Freek achterover tegen de toonbank. De passpiegel valt in diggel op de grond. En terwijl Van Zijp daar de scherven bij elkaar raapt, zegt moeder, dan moet er natuurlijk nog wel glazen in. Aandoenlijk, maar toch ook erg geestig, is het verhaal over Freeks aandeel in een Koninginnedagoptocht. Freek was namelijk de trotse oprichter van een trommelkorps, OMV, ofwel Onze Muziekvereniging. Nou, voor die bewuste Koninginnedag maakte moeder van Freek voor hem een broek die met veiligheidsspeld aan elkaar hangt. Eigenlijk meer een soort luier. En hier op dit plein, achter het voormalige stadhuis, de burcht werd verzameld. Daar kwamen de mensen bij elkaar om er naar te kijken. Freek wordt uiteindelijk gedegradeerd en hij moet achteraan lopen omdat hij geen pas kan houden. Als ik in de maat probeerde te lopen, sloegen mijn stokken een ander ritme. Als ik eenmaal de slag weer te pakken had, bleek ik opnieuw uit de pas te lopen. Het meisje met de tot huifkar verbouwde fiets reed ter hoogte van het postkantoor van achteren tegen mijn enkel, waardoor ik voorover op mijn trommel sloeg. De veiligheidsspelden sprongen spontaan open en prikten in mijn vel. Verbitterd smeet ik mijn stokken tegen het wegdek, liet het concours lopen en strompelde mijn broek ophoudend terug naar huis, vol kwaaie gedachten over het onrecht dat mij was aangedaan. In 1958 is de nieuwe kerk af, de Paaskerk. En hier staat hij, aan de Keplerstraat. Deze zes ramen stellen het scheppingsverhaal voor. En het kunstwerk werd gemaakt door Karel Appel. Maar de dominee die deze kerk als standplaats zou krijgen, had eigenlijk liever Anton Pieck gehad. Freek is er getuige van dat Karel Appel ook met een grote huisschilderskwast een Bijbelse tekst op de smetteloos witte muur schildert. Wat staat daar, maatje? Vroeg de kunstenaar op luide toon. Ik las hardop. De ganse schepping wacht met rijkhalsend verlangen op het openbaar worden der zonen gods. Mooi, het is dus te lezen, zei de kunstenaar en voegde eraan toe. Ach joh, ik rots er maar wat aan. Het klonk als een vloek, maar tegelijk als een geuzeleus. Het leek wel een geloofsbelijdenis. Ik werd kunstenaar.
Op de dag van de ingebruikneming van zijn paaskerk merkt Freek dat de bijbeltekst onder een dikke laag witte verf is weggekalkt. Het kerkbestuur had daartoe besloten. De woede breekt los in Freek. En met die woede begint zijn twijfel aan het geloof. Hij rent de kerk uit nog voordat de dienst begonnen is. Met dit verminkte gebouw wil hij niets meer te maken hebben. Willem Nijholt wandelt in Hollands Decor iedere week een andere route, aan de hand van een roman. Het zijn aantrekkelijke routes die ook door u gelopen of gefietst kunnen worden. Iedere zondag worden er door de AVRO, de ANWB en de VVV tochten georganiseerd. De bezienswaardigheden op de toeristische route worden beschreven in een gedetailleerde brochure van de ANWB. En ook over het boek wordt wat verteld. De brochures zijn ook te verkrijgen door 5 gulden over te maken op gironummer 4880 ten name van de ANWB in Den Haag. Onder vermelding van Hollands Decor en de plaats waar het boek en de route zich afspelen. Naar aanleiding van het boek Zaansveen organiseert de ANWB samen met de VVV aanstaande zondag een wandeling in Zaandam. De routebeschrijving is zondag verkrijgbaar bij de VVV Zaandam tussen 11 en 2 uur.